Goedemorgen, Christophe Gins van Gladiolen. Goedemorgen, Michel. Jullie hebben het afgelopen weekend gewerkt met wisselbekers. En opvallend, jullie hebben dat gedaan zonder waarborg. Hoe ging dat precies in zijn werk? Ja, inderdaad, we hebben geïnvesteerd in 30.000 oerdegelijke wisselbekers. En die stonden klaar voor de pintjes en de cola's in te tappen. En dan kregen de mensen die zonder gedoe met een extra bonnetje of met een euro waarborg. Mm-hmm. En dan gingen ze kregen de kans om die in te leveren in 60 inzamelpunten die we voorzien hebben. We hadden rondwandelende teams met karretjes en rugzakken die de bekers kwamen ophalen. En zo kwamen ze tot bij onze afwas. Dan werden ze industrieel gereinigd, zodat ze helemaal proper en hygiënisch terug naar de togen kwamen. En dan konden de mensen een volgende pintje in een propere beker krijgen. Jullie hebben ook gewerkt met ondergrondse gangen, is mij verteld, om die bekers te wassen. Spreek behoorlijk tot mijn verbeelding. Hoe is dat juist? Dat was een zot idee, dat echt is uitgevoerd. We hebben een ondergronds buizensysteem ontwikkeld, een beetje te vergelijken met de eentjes op de kermis, waar water doorstroomt. Mensen konden dan, terwijl ze aan het dansen waren, hun beker in een buis deponeren. En die ging dan ondergronds, door een ondergronds buizensysteem, kwam die bij onze afwasploeg terecht. Allee. En zo, ja. En het heeft fantastisch gewerkt.